I think the main thing for any refugees is just like to feel welcome, to decrease the distance, to have anything, to do anything that will make the distance less, so we can meet at a point. Ik ben heel blij dat de burgemeesters gewoon die grenzen opzoeken en ze nu en dan denken, ik weet wat goed is voor mijn gemeenschap, dus ik doe het gewoon. En wat wij heel erg missen is het leiderschap om tot een nationaal plan te komen. En wat we nu zien is dat eigenlijk met de opvang van vluchtelingen op de wijze zoals we dat nu in Nederland doen, we een enorm probleem voor morgen en overmorgen creëren. En dat moeten wij zien te voorkomen. Wij denken dat het veel beter kan door vanaf dag 1 vluchtelingen in een gemeente te laten integreren, daar ook te laten blijven en daar te werken aan integratie, aan het leren van de normen en waarden vanaf dag 1, aan inburgering, aan taal, maar ook aan werk. En als je dat doet, dan denken wij dat je op lange termijn enorme hoop problemen en ook kosten weet te voorkomen. Nou, nu is natuurlijk veel oproep in Nederland om te kijken, en gelukkig ook lokale bestuurders, kunnen we niet eerder beginnen met de integratie van deze mensen, nu ze toch tijd verliezen in die centra met wachten en eigenlijk niks mogen doen, kunnen we daar niet de versnelling in aanbrengen. En ik denk ook dat de jaren 90 ons geleerd hebben dat Nederland dat beter kan doen dan we toen gedaan hebben. Ja, ik hoop dat de nationale politiek de discussie aangaat om de vorm waarin vluchtelingen opgevangen kunnen worden vrijgelaten wordt. Vrijgelaten worden om te zorgen dat ook kleinere gemeentes of middelgrote gemeentes een deel van die verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen en dat ook op een goede manier kunnen doen. Even terug naar de verdringing op de arbeidsmarkt, de woningmarkt. Beste mensen, vorig jaar hebben we 59.000 mensen opgevangen. Dat deed Berlijn vorig jaar ook. Maar daar hoort wel bij vanaf dag 1 onderwijs. Punt. Ja, we staan hier in het oude ministerie van Sociale Zaken. Hier heeft ook Den Haag noodopvang gehad. En wat we hier gewoon heel praktisch hebben gedaan, vanaf dag 1 onderwijs geven aan iedereen van 2 tot 88. En je merkt dan ook echt als je mensen spreekt, dat op dat moment ook het bouwen aan hun toekomst begint. En dat betekent ontzettend veel voor die mensen. En het is daarom zo belangrijk dat je dat doet als gemeente en dat je dan even lak hebt aan hoe dat precies nationaal geregeld is. Nationaal is de oproep heel erg aan gemeenten van zorg nou lokaal dat je ze opvangt, neem je verantwoordelijkheid. En onze oproep is eigenlijk, als jullie willen dat wij de verantwoordelijkheid nemen, geef ons die ruimte dan ook. We for sure don't want to remain refugees forever. We want to be a part of this generous country. To set the basis of promising future for all.